Ruim 15 ministeries, instituten en instanties hebben vandaag een voorontbossingslandgebruik en landbedekkingskaart 2000 tot 2009 in ontvangst genomen van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht SBB. Minister Steven Redeveld van ROGB mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van René Somopawiro, directeur van SBB. De kaart vormt een rechtstreekse input voor een regionale kaart met hetzelfde thema die de Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO, maakt. Minister Redeveld zei dat regionale samenwerking onze nationale capaciteit heeft versterkt. De SBB heeft in 2003 de Forest Covering Monitoring Unit opgericht. De unit heeft volgens de minister informatie geleverd over de staat van onze bossen. Samen met SBB en de stakeholders proberen we er het beste uit te halen, zegt de minister. We hebben Suriname hiermee positief op de kaart kunnen zetten en tal van regionale activiteiten uitgevoerd waarbinnen we onze kennis en capaciteit verder hebben kunnen verdiepen. In ons land, het meest beboste land ter wereld, zoals de meesten van u dat intussen al weten, is deze kennis natuurlijk van enorm groot belang om dat zo duurzaam mogelijk te kunnen consolideren. Door de staat van de bossen te kennen, is er ook een aanzet gemaakt om de economische waarde van deze bossen beter te kunnen meten. Bossen kunnen immers een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van innovatieve economische kansen door de duurzame productie van hout, maar ook door het ontwikkelen van markten van bosbijproducten, payment for ecosystem services en het verkrijgen van carbon credits, onder andere uit het REDD+ mechanisme. De Forest Cover Monitoring Unit vormt een belangrijk onderdeel van het Nationaal Forest Monitoring Systeem, hetgeen ons in de nabije toekomst in staat zal stellen om te kunnen bepalen hoeveel carbon we hebben uitgestoten of juist hebben vastgelegd. Dit zal nieuwe kansen genereren voor ons land, maar in het bijzonder ook voor de volkeren die voor hun bestaan afhankelijk zijn van het bos. De minister zegt verder dat de overheid niet alleen houtconcessies uitgeeft, maar ook gemeenschapsbossen. Bij de studies wordt rekening gehouden met de belangen van de gemeenschappen. Hij zegt dat de plannen belangrijk zijn om op een verantwoorde manier om te gaan met het bos. Als er ergens een houtconcessie wordt verstrekt, of laat me het anders stellen, als er een houtconcessie wordt verstrekt, dan gaat men in de grond om het edelmetaal te zoeken. En om het edelmetaal onder de grond te kunnen zoeken, moet je eerst alles wat boven de grond is, natuurlijk gaan weghalen. Dat zijn de bomen, de bossen. Vandaar dat wij nu met dit geweldig mooi project een betere analyse kunnen maken om te kijken hoe wij duurzaam goede structuren kunnen inzetten om te voorkomen dat het edelmetaal inderdaad uit de grond gehaald kan worden. Maar dat is wat daarboven is, nogmaals, de bomen ook op een duurzame wijze gerooid kunnen worden, zodat het ecologisch systeem daardoor niet uit balans raakt. Naast het presenteren van de kaart is ook een workshop gehouden waarbij er ervaringen zijn gedeeld met elkaar. De overhandiging van de kaart en de workshop vonden plaats in het Lala Roek gebouw.